Goedenavond, Wim. Dank je wel om hier te zijn met mij. Ik wil vanavond met jou praten over Antwerp, jouw leven en gezond en lekker eten en community. Mm-hmm. En jouw ervaring with these things en mm-hmm. hoe je voelt. Antwerpen, mooie stad. Mooi, heel mooi. Inderdaad. Ik ben 8 jaar geleden naar Antwerpen verhuisd. Oké. En ik was direct verliefd op Antwerpen. Ja. Ik wil het niet meer weg. Ja. En wat ik zo bijzonder vind aan Antwerpen is de mengeling van de authenticiteit, de geschiedenis, het historische, in combinatie met toch heel moderne denkpistes, denkwijzen. Mm-hmm. Er zijn veel mogelijkheden voor mensen van alle leeftijden. Er is een grote multiculturele samenleving. Ja. En omdat ik zelf evenementen organiseer, ja, dansfeesten, ja. Is het wel belangrijk dat je dat op een plek doet waar het multiculturele zeker aanwezig is, ja. En waar iedereen ook welkom is. En dat is wel een gevoel dat ik in Antwerpen heb. Wat ik ook heb gemerkt, is dat jij ook wel voor authenticiteit staat. Met yes. wat jij doet, met voeding. Mm-hmm. Jij werkt met natuurlijke, gezonde voeding. Dat is ook een beetje jouw missie, om dat naar de mensen te brengen. Ja, absoluut. En toen wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet, ja. Was dat meteen ook de klik, denk ik. Misschien nog onbewust toen. Maar nu wel duidelijker van, hey, wij willen alle twee een boodschap brengen naar de mensen toe, naar de gemeenschap, de community, om kwalitatieve, authentieke zaken te leveren. Jij vanuit jouw passie voor gezond eten ja. en ik voor mijn passie van mensen samenbrengen. Ja. Ik vind dat dat op een tof feest ook moet kunnen. En ik denk dat dat bij jou, hey, in Simone's Kitchen ook zo is. Dat mensen daar nood aan hebben. En zeker in een groot stad. Zeker, ja. In een stad waar de snelheid heel hoog ligt. Waar de verleidingen precies. hoog zijn. Ja. Waar voeding fastfood is. Waar ja. naar feesten en ontspanning. Mensen hebben niet zoveel tijd om voor zichzelf te zorgen. En de tijd te nemen om samen te delen. Ik denk dat ze wel tijd hebben, maar dat ze dat vergeten zijn. Ja. Dat ze, als ze dat willen, wel kunnen doen. Ja, precies. Daarom vind ik belangrijk dat er meer plekken zijn waar mensen kunnen dat doen. Waar dat kunnen doen. Ja. Ja. Samen komen, mm-hmm. samen eten, mm-hmm. samen en delen met elkaar. En steunen elkaar. Ja. Ja. Kortom, dat er andere community of samenlevingssystemen toch wel mogelijk zijn. Dat je niet naar India moet gaan om dat te beleven, dat is de cliché. Of ja. dat je ook niet extreem moet gaan dingen gaan doen. Ja, precies. Om toch die puurheid te voelen, denk ik. Mm. Ja. Dat is wel een goede missie, hè? Ja, dat is een goede missie. En ik ben heel blij dat we de mogelijkheden om samen te werken voor, ja. voor dit. Ja, ik heb er zin in ja. om er volgend jaar weer aan te werken. Ik ook. En jij ook, denk ik. Ja, wel. Ja. Ja, ik vind dat heel fijn om samen te werken in de toekomst. Mm-hmm. En de volgende jaar. Precies. Okay. Dank je wel. Graag gedaan, Simon. Ja. Ja. Vroom, vroom. Als je houdt van lekker en gezond eten, ga naar Simone's Kitchen op indiegogo.com.